Wat kun je verwachten van groepen van slachtoffers van trauma? Deelnemen aan groepen offline of online die slachtoffer verzamelen van misbruik geneest je niet volledig. Nu weet ik dat dat een controversiële uitspraak is. Laat het me uitleggen. Wat je ook besluit dat je bent, het is zo krachtig dat het invloed op je heeft. We zijn allemaal zo machtig dat als we onszelf het label geven van, bijvoorbeeld, ik leid aan een posttraumatische stressstoornis, dan heb je besloten dat dat je innerlijke identiteit is. U kunt zich aansluiten bij een groep andere PTSS-patiënten die natuurlijk begrijpelijk hebben besloten dat dit hun identiteit is. Dan praat je in die groepen over je beperkingen, je omstandigheden, hoe je niet in staat bent om deel te nemen aan het normale leven, hoe je wordt getriggerd en wat er met je aan de hand is. Zeker onmiddellijk na je trauma, of gedurende je trauma heb je een actieve luisteraar nodig. Zeker zal het besef dat je nog anderen hebt die hetzelfde meemaken ervoor zorgen dat je je minder geïsoleerd voelt. Verschillende mensen reageren anders op een trigger van een narcist, en sommigen staan verder in hun herstelproces. Als je ook luistert naar ervaringen van anderen kun je patronen herkennen. Het erkennen van die patronen waarover je geleerd of gelezen hebt, is belangrijk om je bewustzijn te doen groeien. Het beste wat je gaat bedenken, is het bespreken van enkele oplossingen om met die omstandigheden om te gaan. Ik wil dat je met heel mijn hart weet dat ik deze aandoeningen, die zoveel voorkomen bij narcistisch misbruik, volledig begrijp. Ook ik ging door een gecompliceerde posttraumatische stressstoornis, agorafobie, fibromyalgie. Ik had een complete inzinking vanwege narcistisch misbruik. Ik verzeker je ook met heel mijn hart dat als ik niet door een diepere innerlijke reis was gegaan dat mijn pogingen om alleen de symptomen te beheersen me volledig kapot zouden gemaakt hebben. Natuurlijk zijn er ook groepen die hebben ontdekt hoe je het trauma in je lichaam kan ontmoeten. Ze werken ook daaraan met wandelen, meditatie, yoga zodat ze leren het trauma los te laten en zich te bevrijden van het trauma in je lichaam die deze aandoeningen veroorzaakt. Ik zou het niet gehaald hebben. Laat staan dat ik hier vandaag zou zijn zonder een holistische benadering. Ik ben 90% symptoomvrij van deze aandoeningen. Ook ben ik echt gepassioneerd om je te inspireren om ook los te komen van je trauma. Je gaat het als zelfgenezer zelf moeten doen, maar ik kan wel een gids zijn om de mens te worden waarvoor je geboren bent. Je hoeft niet voor de rest van je leven vast te blijven zitten in je omstandigheden door wat je hebt meegemaakt, nog hoef je dit opnieuw te beleven. Mijn beste suggestie aan je oversteungroepen is om er een te zoeken die echt helende oplossingen heeft. Zoek diegene die je naar zelfgenezing en jezelf bevrijden leidt in plaats van alleen maar te proberen met je interne trauma te leven en te hopen het te beheersen. Zoek een groep waar er actief geluisterd wordt, waar niemand uitgesloten wordt, waar verschillende meningen mogen bestaan, waar geen cultfiguren zijn, en al zeker niet een leiding met narcistische tendensen. Dit is hetzelfde voor uw persoonlijke relaties, evenals uw grotere macro-relaties met elke entiteit of groep. Als iemand je vertelt dat je een slachtoffer bent dat je niet krachtig bent dan is het de bedoeling om je klein te houden. Als iemand je vertelt dat je niet in staat bent om te genezen dat het nooit meer goed komt dan is het een bedoeling om je klein te houden. Je kunt jezelf empoweren, en je kunt vrijuit gaan met kleine stappen enkele simpele tools dagelijks gebruiken en geloven in je innerlijke kracht maakt je volledig emotioneel onafhankelijk. Je hoeft er zelfs niet de deur vooruit en niet te onderwerpen aan een expert. Je kunt leren stap voor stap dieper te gaan in je proces van genezing door te voelen, te verschuiven, en te vervangen door licht in een geleide meditatie. Zoek naar geleide meditatie op narcisme.blog met een zoekfunctie. Je kunt leren om een nieuwe gezonde levensstijl als een gewoonte te ontwikkelen met telkens iets meer beweging, creativiteit, nieuwsgierigheid en gezonde voeding. Je wilt je ware zelf ontwikkelen, en je ware leven opeisen en je hebt geen enkel verlangen om je te blijven identificeren met een slachtoffer of met slachtoffergroepen. Je doel is echt genezen en blijvende emotionele en persoonlijke groei. Ik ben benieuwd naar je suggesties. Vragen en commentaren.